Morning jongens en hemeltje lief, wat ben ik lelijk. Zo, wat heftig dit. Maar ja, dit heeft ook tekst en uitleg nodig, dus bij deze. Afgelopen vrijdag zijn we met z'n allen op kamp geweest. Gelukkig was ik niet zo beroerd als afgelopen woensdag en donderdag. Dat was echt niet oké. En vrijdag voelde ik me wel wat beter, nog niet helemaal, maar zet pillen aan en gaan en let's go. Dus op zich was het wel goed te doen. Maar het was wel even pittig. We waren met z'n 40 op kamp. Inclusief begeleiding. We waren met 7 man begeleiding volgens mij. Zoiets. En het was echt heel gezellig. Wel echt een lange nacht gehad. We waren dit jaar met veel jonge kids. Dus die hadden gewoon iets meer aandacht nodig dan 16-plussers, even zo gezegd. Maar op zich was het was wel echt heel gezellig, heel leuk. Gisteren om 6 uur kwamen we thuis. Om 7:30 sliep ik. En om 9 uur vanochtend werd ik wakker. Dus het was nodig. Maar ik moet zeggen, ik voel me beter dan gisteren. Maandag, dat is gewoon weer een hele drukke dag. Ik ben nog niet helemaal topfit. Dus we starten de dag even relaxed. Maar we moeten wel weer heel veel dingen doen. En dat gaan we ook zeker doen. Gewoon eventjes maken, wat mails beantwoorden. Want dit weekend heb ik echt niks aan de mails kunnen doen. Omdat we natuurlijk op kamp waren en het internet was gewoon heel slecht, dus ja, dan houd het erop. Rick is ziek thuis, dus moet ik ook een beetje op letten. En voor de rest gewoon dansen, dus nemen jullie wel lekker mee. Nou, dat heb ik eigenlijk sneller gedacht. We waren natuurlijk op kamp geweest. Ik heb echt 2 dagen ook geen make-up gehad, dus alles voelt nu gelijk zo intens. Maar we hadden van een ouder chocola meegekregen. Als bedankje dat ze de kit kon afdroppen, leergroepje. Het was echt heel leuk. Het was weer een avontuur, een feest. Maar wel pittig, weinig slapen, nu ik zwanger ben. Maar dat hoort erbij. Ik lag op de tweede dag lag ik ook om 10 uur op bed. En heb ik geslapen tot 1 uur. Toen was ik klaar wakker. Echt een feest. Nou ja, in ieder geval, ik ga even lekker een merci'tje eten. En Des komt er zo aan. De dansen zijn gemaakt. Nog 1 klein stukje. En we lopen volgens schema, jongens. Wat lekker. Op deze maandag. Oh. Er wordt door mijn kijkertjes gevraagd. Is Des er ook op maandag? Omdat ik altijd zeg Des komt, maar ja, hier is elke maandag. Hoe voel jij het kamp, Des? Vertel. Heel leuk. Wat zijn jouw ervaringen? Deel het even met de groep. Kotsgeruimd. Nee, was echt heel leuk. Vermoeiend. Maar ze hebben ook kotsgeruimd, ja. Ja. Dat is echt een feit. Ja, dat is echt een feit. Ja, dat was leuk. Er was wel een chille ochtend. Even bijkomen, maar we hoefden niet heel veel te doen, dus alles wat we moesten doen hebben we gemaakt en gedaan. Nu is het tijd voor okidoki. En ja, dat is het, hè? Alleen okidoki. Ja, en lesgeven gewoon. En lesgeven. Dan nemen jullie weer mee. Tot de volgende. Doei. Oh, ik heb toch weer wat meegemaakt gisteren, jongens. Dit is ook wel weer echt een verhaal. Gisteren hadden we een repetitie voor de modeshow van It's Me. Want wij gaan volgende week of de week daarop, ik weet niet eens wanneer, hebben er een aantal meiden en heer een modeshow voor een kledingwinkel in de Monster. En toen ging even oefenen in zaal 2, de kleinere zaal zeg maar, om even alles voor te bereiden. En nu was het dus zo dat de box, oh wacht, ik kan deze gewoon gebruiken, de boxoplader een beetje kapot is. En ja, dat hoort er wel eens bij, dat hebben wij wel eens vaker, dat die opladers kapot zijn. Maar dat draadje was wel een beetje zeg maar op zijn einde. Wij hadden zoiets van, nou, althans ik had zoiets van, komt wel goed. Ik bestel van de week wel een nieuwe. En dan is het opgelost. Maar in plaats van dat ik de stekker in stopcontact steek, komt er gewoon een of andere bomexplosie met vuur. Ik schrok me helemaal de lepblazen dus. Dus ik sprong ook gelijk weg. Want dat hele ding zat in de hands. Het leek wel op een soort slechte goocheltruc of zo. Maar ja, dat was wel weer even een intens ding. We hebben weer wat meegemaakt. Ik dacht gisteren echt, dit is het einde van vel. Maar we've made it. In ieder geval, hallo jongens. We leven nog. Ik zou vandaag eigenlijk mijn boekhouding doen. Oh, bij de mama van Celine. Maar ik werd vanochtend wakker met snot en alles. En ik weet niet, ik ben nog niet helemaal opgeknapt van vorige week, denk ik. En dan weer veel te veel door willen gaan. Want ja, dat hoort erbij. Alleen, ook daar moet je gewoon eventjes tijd voor nemen. Dus
Ik ga nu make-up doen. Rick is ook nog ziek thuis. Na mijn make-up heb ik een dagje of belastingdienst. Ja, die had ik, maar ik ga wel even kijken of ik wat een en ander kan doen. En misschien wat dingen zelf kan invullen. En lesgeven, we weer de BSO. En we hebben vandaag gewoon mijn vaste lesjes, dus ik neem jullie mee. Rick is vandaag nog een dagje thuis gebleven omdat hij nog steeds ziek is. We hebben echt een mega productief dagje gehad omdat hij ziek is. We hebben een lijst gemaakt wat we allemaal willen voor de babykamer. En wat we sowieso nog allemaal nodig hebben voor babyspullen en accessoires en noem maar op. Vooral de grote dingen. En we willen ook nog eens de tuin aanpakken en het huis een beetje verbouwen. Helaas zijn we allebei nog geen multimiljonair, dus moeten we even kijken hoe we alles gaan vormgeven. En hoe we alles willen. En we willen uiteraard eerst beginnen met de babykamer, maar wat is onze volgende stap? Gaan we dan eerst voor de tuin of gaan we eerst voor uitbreiden van boven? Dus we zijn nog een beetje zoekende van oké, waar doen we straks goed aan, maar we zijn er wel zo goed als over uit. Verder hebben we vandaag ons kindje, onze kleine mini, ingeschreven voor een BSO. We weten niet of het nodig gaat zijn voor een kinderopvang, zegt het verkeerd, of peuteropvang. We weten nog niet of wij het willen, want we zijn er allebei nog niet heel erg fan van. Maar ik hoorde van ouders en mensen om ons heen van meld je maar gewoon aan. Als je het dan niet gebruikt, dan heb je het niet. En anders dan heb je het maar. En mocht je het nodig hebben, dan is er wellicht ook plek. Want het is nu gewoon zo ontzettend vol. En hetzelfde met scholen. We hebben nu ons oog op 2 scholen in Schravenzanden. Daar gaan we morgen een afspraak voor maken om... naar te kijken. Want ja, op welke school zet je je kind en wat is het prettigste? En we zijn daar in principe eigenlijk ook al over uit, moet ik zeggen. Een soort van. Ik heb wel meer mijn voorkeur naar de ene school en Rick naar de andere, maar ja, daar komen we wel over uit. Dus in ieder geval zijn we de hele dag vandaag bezig geweest met vakantie voor de kleine. En superleuk, want aanstaande zaterdag is onze gender reveal. Ik ben zo benieuwd wat het wordt en mijn gevoel en mijn alles zegt, mevrouw, u heeft geen voorrang, waarom loop je... Oh, dit soort mensen. Mijn gevoel en alles in mijn lichaam zegt nog steeds dat het een meisje hoort, dus ik ben echt heel erg benieuwd of ik gelijk ga hebben of dat iedereen me over hierkant gaat uitlachen. Maar ja, dat zal hoop ik wel niet. In ieder geval, ik ga nu lesgeven op de dansschool. Ik heb er ook een dokie. Chantie moet stage lopen, dus ik kom mij lekker helpen. Dan de Little Stars Modern. Dan ga ik even eten bij mijn schoonouders, dat had ik beloofd. En dan ga ik heel even nog terug vandaag, want even kijken hoe het in de les gaat met de andere docenten. Dus daar een lekkere lange dag. Goedemorgen jongens. Nou, woensdag. Ik moet zeggen dat het de laatste tijd sowieso echt super licht buiten is. Dus ik kom echt veel sneller mijn bed uit dan normaal. Want het is nu 8:00 en het is gewoon echt al licht. Heerlijk, ik word er blij van. Vandaag weer een lekkere, drukke, maar wel leuke planning. We gaan zo beginnen met ouder- en kinddans. Echt al een tijdje niet gezien. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Dan gaan we door naar een bezichtiging voor een pand. Ook wel weer heel spannend. Maar ik heb het volgens mij vorige keer ook al gezegd. Het pand is echt super mooi, maar eigenlijk voor mij te duur. Dus ik ben bang dat het er nog niet wordt. Maar ja, hè. Kijken mag altijd, zeg ik dan maar zo. En voor de rest... Oh, moet ik nog even wat muziek mixen. En nog wat voorbereiden voor de lessen vanmiddag. En is mijn dag om 4:00 alweer klaar. Dus het valt wel mee. We gaan vandaag lekker voor de strakke knottenlook. Daar heb ik zin in. Dus nee, het valt wel mee van 8 of 8:30 tot 4:00. En dan hebben we alweer woensdag erop zitten. Ik ben gisteren nog even wezen kijken bij Carlsen lessen bij Avro Commercial. Ziet er echt super leuk uit. Ik kan er echt niks anders over zeggen. En tussendoor nog even gegeten met mijn schoonouders. Dus
prima dagje. Nou, ik ga het even fixen. Ik zie jullie later. Ik ben dus net naar het pand geweest en het was echt gigantisch mooi. Echt niet normaal. Mooier dan ik eigenlijk had gedacht nu ik het zo zag, dat ik echt dacht, oh shit, dit wil ik echt. Dus dat wordt nog even spannend hoe we het gaan doen. We gaan aanstaande vrijdag met het team uit eten, want we hebben de 250 leden behaald. Dus ik had gezegd, zodra we sympathies, kletskous. Zodra we het hebben behaald, gaan we uit eten. Dus dat is bij deze. Dus ja, Felly die is aan het kijken voor een klein cadeautje voor iedereen. Een klein sieraadje. Als bedankje van het team dat we het gewoon gehaald hebben. Dus dat gaan we nu even doen. Muziek mixen en dan gaan we weer lesgeven. Hallo allemaal. Nou, zoals jullie kunnen zien, flinke stapel was, dus wel heeft wat te doen. Ik ben al een tijdje wakker, maar was nog even met van alles en nog wat bezig. En de choreo voor vanavond, et cetera. Maar dat is ook wel gelukt. Gisteren na pannenkoeken eten hebben we iets heel interessants gedaan, jongens. Ik weet gewoon niet zo goed hoe of wat. En Rick en ik zijn hier allebei heel simpel in, dus we doen het omdat het, ik wil niet zeggen omdat het moet, want we houden ook van elkaar, maar we doen het omdat het eigenlijk wel moet dan in dit opzicht. Maar Rick en ik gaan in augustus het trouwen, geregistreerd partnerschap. En dat allemaal natuurlijk voor die kleine, want dat is natuurlijk wel belangrijk dat het allemaal geregeld is. En mocht er iets gebeuren, wat we natuurlijk niet hopen, en ook niet vanuit gaan, dan hebben we alles gewoon op papier staan en weet ik veel wat. Dus geregistreerd partnerschap. Ik ben heel benieuwd. We hebben gisteren alles ingevuld, aangevraagd en weet ik veel wat. We zijn allebei heel simpel hierin. We hebben ook nog niet echt het gevoel van als eerste dat we wilden trouwen, zo gezegd, zeg maar. We wilden eerst heel graag een kindje allebei en trouwen kwam later. Komt later. Maar voor nu is het gewoon eigenlijk vooral heel praktisch. Klinkt heel stom, maar het is wel echt zo. Dat hebben we gisteren allemaal geregeld. We willen ook geen ringen. We willen ook geen hele poespassen. Want het is echt heel klein. We gaan het doen met onze ouders erbij. En mijn broertje, die is dan getuige aan mijn kant. En mijn moeder. Dus dat is ook eigenlijk wel genoeg zo, want ja, we vinden het eigenlijk allemaal wel best. Dus dat gaan wij in augustus doen. Voor de rest hebben we nog gekeken voor scholen en dingen. En daar waren we al mee bezig, maar ik moet zeggen dat het toch wel moeilijker is dan dat het allemaal lijkt. En toen was het alweer laat. Dus een productief dagje gisteren weer eigenlijk, gisteravond. Nou, vandaag is de grote dag, want vandaag is het de slagsecho. Ik ben echt super benieuwd, en ik ook. We kunnen niet wachten om te weten wat het is. We hebben gisteren nog een hele discussie gehad van, althans geen discussie, maar een ding van, willen wij het morgen al weten of gaan we wachten tot zaterdag? En daar komt nu gewoon vooral naar voren dat we moeten wachten tot zaterdag. Anders is het effect eraf voor, en zowel voor de ballon die we gaan doorprikken, zoals de andere mensen. Dus we hebben besloten om te wachten tot zaterdag. Dus eigenlijk zijn we vandaag precies niks wijzer, maar we vinden het wel heel erg leuk dat we nu steeds verder, zeg maar, in het traject komen en dat we nu ook komen te weten wat het straks wordt. Ik denk nog steeds, echt nog steeds, een meisje. Alles zegt en schreeuwt tegen mij een meisje, maar voor de duidelijkheid, het maakt me echt niet uit. Ik heb geen voorkeur. Ik ben blij als het kindje gezond is, vooral de situatie waar we nu in zitten met mijn broertje. Het maakt me echt niet uit. Dus ja, de geslachtsecho. En na de geslachtsecho gaan we lekker lesgeven, want het is donderdag. Dus we hebben weer gewoon een avondje tot hoe laat? Tot 10. Dus ik neem jullie weer lekker mee. Nou jongens, wij hebben de geslachtsecho gehad. En het zit hier in deze envelop met een sticker. Want we willen het niet weten.
eigenlijk wel, maar ook weer niet. Dus deze envelop die houden we dicht tot zaterdag. En dan is het wachten geblazen. Nou jongens, ik heb heel even 5 minuten op bank gelegen, want ik was zo moe van alles. Van die dingen, ik weet niet. Elke keer als ik iets gedaan heb, ben ik gewoon moe. Maar dat maakt ook niet uit, dat hoort er nu allemaal bij. De kleine was echt heel groot. Ging al richting de 16, 17 centimeter. Het was echt al een joekel van een kindje. Althans, meer in de zin van de afgelopen keren zie je het zo klein. En ineens is het zo groot. Oh. Dus ja, het ging eigenlijk allemaal wel goed. Het was wel heel erg grappig, want het kindje lag met zijn knieën zo tegen elkaar. Dus die vrouw kon het geslacht in eerste instantie niet zien. Omdat dat kindje met zijn knieën zo tegen elkaar liep te drukken. Het was echt heel grappig. Dus ik moest even springen en huppelen. En toen ging het weer weg. Ach ja. Ja. Ik ga zo lekker lesgeven. Gewoon weer mijn standaard donderdag. Van 4 tot 5:30. En van 7 tot 10. Dus een prima avondje. En dan is het alweer vrijdag en dan zaterdag de gender. Ik ben zo benieuwd. Ik denk dat ik een short video van YouTube ook op mijn YouTube kanaal zet. Want dat vind ik wel zo leuk. Nou, in ieder geval heel erg thanks voor het kijken allemaal. Echt mega mega bedankt. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje leuk vinden. Als jullie nou vragen, dingen, tips of noem het maar op, iets voor me hebben. Laat het dan zeker even weten in de reacties. Want er komen steeds meer kijkers. En eerst keken er echt maar 100 mensen naar de vlog. En tegenwoordig 1000. Tussen de 8000 mensen. Dus, of 800 en 1000 mensen. Wel fijn als er 8 mensen kijken. Hè, veel. Dus ja, mocht je iets willen zien, willen weten, willen vragen. Doe het dan vooral in de comments. Vergeet niet te abonneren, want ik heb ooit gezegd, en daar hou ik me nog steeds aan, bij de 500 abonnees koop ik een vlogcamera. En daar zijn we bijna nog 150 abonnees volgens mij. Dus in principe moet dat wel te doen zijn. Dus ja, thanks voor het kijken jongens. Deze meid gaat weer lekker lesgeven. Dikke kus.